welkom bij Villa Groen natuurlijk. Villa Groen. The master bedroom, of course. Wait, can you turn on the light, please? But as you cannot see it, kijk, look. Touch! We have touch light. And we can dim it. Holly came from Miami, FLA. We zijn natuurlijk in ons boek op zoek gegaan naar de wildernis. Maar hoe zit het eigenlijk in Rotterdam? En voor ons is het Essenburg Park, waar we nu staan, het meest wild. Kijk maar om je heen. Het is een soort van chaotisch. En je hebt het gevoel alsof er niet over nagedacht is. Kijk Marv. Die hebben we ook gezien in de bergen van Roemenië. Ik heb een flashback. Bonte krokus. Het is eigenlijk ook heel veel op reis. Daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Als de sneeuw smelt in de bergen van Oost-Europa, dan kleurt het hele veld paars van deze bloemen. Dus ik zou niet zeggen dat het wildernis is, maar het leuke is wel dat je dus dingen die we hier allemaal zien in Rotterdam oorspronkelijk uit Oost-Europa komen. En dat het grappig is, dat ben je in Oost-Europa, denk je, nou, ik heb net 3000 kilometer gereden en dan kom je hetzelfde plantje weer tegen wat je normaal in de stad ook ziet. En natuurlijk niet voor niets naar Oost-Europa gegaan om bepaalde coole dieren te zien. Dus die zie je niet in de stad in Rotterdam. Tenzij je naar Blijdorp gaat. Dus wat we hier zien is de kroeskoppelikaan. En dat is een van de grootste vogels van Europa. Ja, geniet ervan. En die hebben wij gezien in het Donaudelta, in het wild. Daar zitten ongeveer 450 paardjes. Flinke kolonie dus. En ze hebben zelfs laatst onderzoek gedaan om te kijken of deze pelikaan weer herintroduceerd kan worden in Nederland. Een vrouwtje. Een lekker vrouwtje. Slechtvalk. Slechtvalk. Bovenop de Erasmus-E. Maar het leuke is dat we tijdens onze reis naar Oost-Europa ook op een plek zijn geweest die in het teken stond van de slechtvalk. Yes. Dat waren de rotssteden van Allespach. In Tsjechië. Ja. Echt een soort middelgebergte. En mega grote torens van steen. En het is grappig, want die zien we in de stad. En de stad is ook een soort van middelgebergte. En wij zagen hem in een natuurreservaat. In de middle of nowhere. Ja. En er leven daar heel veel. Een van de grootste populaties van slechtvalken in Europa. Er zijn zeker vergelijkingen te maken met rotsachtige gebieden waar het qua temperatuur warmer is dan buiten de stad. En ja, die vergelijking kan trekken. Daardoor zie je ook dus dat dit soort hoge torens, wat eigenlijk ook steen is, aantrekkelijk kan zijn voor bepaalde diersoorten die daarvan houden. Zoals de slechtvalk. Nou, hier in het museumpark zie je dus dat het veel meer aangeharkt is ten opzichte van bijvoorbeeld het Essenburgpark. En wat wij tijdens onze reis dus hebben meegemaakt is dat wij dat natuurgevoel echt meer krijgen in die wilde gebieden. Ja. Dus wij zouden dus dan ook in Rotterdam graag wat meer gebieden zien die wat wilder worden ontworpen of beheerd. Ja, zeker. Dus wat meer diversiteit in het landschap betekent ook biodiversiteit in de natuur. En dat is weer goed voor de mens.